Ja, dit is alweer aflevering nummer 21 van het Bitcoin Journaal met Robin Heester en Wessel Simons. Ja, laten we gelijk starten met veel Nederlands nieuws, Robin. ABN AMRO en Rabobank laten de Bitcoin-handel voorlopig links liggen. Ja, we hebben de woordvoerders gesproken van beide banken en ze geven aan dat zij niet van plan zijn zich voorlopig te registreren als zijnde een aanbieder in Bitcoin en cryptovaluta of een wallet. Hè? Iets wat de ING wel gaat doen. Dus op zich, opmerkelijk nieuws. Ja, zeker. Ja, ik vind het, ik snap het wel, want zelfs als ze die plannen hebben, maar ze nog niet helemaal hebben uitgedokterd, dan kan ik me voorstellen dat ze dat eerst willen doen voordat ze het naar buiten brengen. Dus het zou me niks verbazen als je straks volgend jaar toch stappen ziet van onder andere deze banken. Maar dat hangt denk ik ook een beetje af van hoe het bij ING bijvoorbeeld gaat. Ja, ING wilde daar ook nog niet zo heel veel over loslaten. Hè? Dus zij gaan een zogenaamde custody service bieden voornamelijk aan zakelijke gebruikers. Dan moet je denken aan family offices of grotere beleggers die gelijk met tonnen of misschien wel miljoenen in bitcoin gaan beleggen. Daar gaan ze die bitcoins voor opslaan en met name de sleutels, de private keys van de bitcoin, die gaan zij voor deze partij opslaan. Een van de voordelen is dat bijvoorbeeld je bitcoin is dan bijvoorbeeld verzekerd. Hè? Je hoeft je eigen bank niet te spelen. Dat doet de ING dan voor je. Voor bepaalde groepen is dat prettig. Voor misschien retailbeleggers en met name de bitcoiners is dit natuurlijk een beetje olie op het vuur. Want die hebben liever natuurlijk zeggenschap over hun eigen bitcoin. En dan met name willen ze de bitcoin in een non-custodial wallet opslaan. Tenminste, dat is een beetje ook wat ik begrijp. We waren gisteren natuurlijk bij de Bitcoin Show. Daar zijn natuurlijk heel veel echte bitcoiners, zal ik het zo zeggen. Ja. Dat sentiment heerst er wel natuurlijk. Het gaat over non-custodial en custodial. Dat is een groot onderscheid, toch? Dat is nu de strijd. En, ja. Misschien kun je dat uitleggen voor mensen die dat misschien nog niet echt helemaal begrijpen. Ja, het verschil is eigenlijk, in de praktijk komt het erop neer, je hebt custodial wallets. Nou, dat is dus in beheer van iemand anders. En je hebt non-custodial. Dat betekent dus dat je zelf het beheer hebt. En wat dat eigenlijk betekent is puur dat de bitcoin echt van jou is. Dan heb je een non-custodial wallet. Dan sla je dus zelf op, ben je zelf verantwoordelijk voor je geld. En bij een custodial dan ben je dus afhankelijk van een partij. Maar die levert daar wel bepaalde diensten voor. En zo zorgen ze eigenlijk voor dat jij hun bitcoin bij hun op komt slaan. En het druist eigenlijk inderdaad in tegen wat bitcoin is, nogmaals. Maar tegelijkertijd kan het voor traditionelere investeerders wel een eerste stap zijn om bitcoin in hun portfolio te nemen. En dan echte bitcoin, ook al hebben ze het niet zelf in beheer. Ja, ja. Nee, dus je hebt in die zin een beetje parallele werelden. Hè? Dus je hebt zeg maar de financiële wereld, hè? Ook vanuit Amerika, die zegt, nou, bitcoin is een asset. Dat zien wij als een opkomende investering. Ja, daardoor gaat die prijs waarschijnlijk ook stijgen, omdat er veel meer nieuwe toetreders zijn. Ook als we bijvoorbeeld een plan B mogen geloven. Ja, nou ja, als de vraag stijgt en de supply gaat straks minder worden per blok. Ja, dan heb je gewoon er is in ieder geval meer vraag, laat ik het zo zeggen. En dan gaan we zien wat de prijs doet. Dat is altijd afwachten. Ja. En dan heb je natuurlijk een groep mensen die zoiets heeft van, nou ja, kijk, een bank of een overheid die heeft gewoon niks met mijn bitcoin te maken. En ik ga kijken of ik in hoeverre ik mijn bitcoin daar tegen kan beschermen. Ja, zit ik in. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat? Hè? Misschien zonder daar heel gedetailleerd op in te gaan. Maar er zijn in ieder geval binnen de Bitcoin community ook, zeg maar, toenemende mate ook oplossingen. Ja, je hebt van alles. Je private key gewoon ergens opschrijven en ergens opslaan. Tot en met, bij wijze van spreken, 300 keer encrypten en ergens toch in een digitale gekluis neerknallen. En alles ertussenin, je hebt manieren om je private keys op te slaan of op te schrijven in metaal. Zodat als je huis in de fik vliegt, dat je het nog steeds kan gebruiken. Je hebt allerlei opties. En dus er komen nu steeds meer opties, vooral eigenlijk wel voor de grote beleggers op dit moment. Waar je gewoon je bitcoin neer kan zetten, net zoals dat je je euro op de bank zet. Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo, als je ooit je bitcoin via een exchange of een broker gekocht hebt, met een nieuwe wet die per 10 januari geëffectueerd wordt in de Nederlandse wet. Hè, dat is al door de Tweede Kamer heen gegaan. Ja. Het is al eigenlijk alleen de Eerste Kamer die kan daar nog een soort van, ja, novelle heet dat. Dat betekent niet dat zij de wet kunnen wijzigen, maar ze kunnen een opmerking maken over de wet en dat naar de minister sturen. Nou, we hebben onze jurist Clint Kabel erover gesproken. Nou, hij zegt, nou ja, de Eerste Kamer heeft daar weinig belang bij om dat te doen. Dan heb je nog de Raad van State. De Raad van State die heeft al eerder in juli aangegeven dat zij tegen de manier waarop de wet tot stand is gekomen, dat daar wel het nodige over is over aan te merken. Ja. Maar ook zij kunnen alleen maar advies geven. Zij kunnen volgens mij de minister opdragen om bijvoorbeeld nog een wijziging of een aanvulling te doen op die wet. Met andere woorden, er is dan nog wel een overgangsregeling. Dus formeel gezien hoeven de Nederlandse cryptobedrijven, moeten zij voor 10 juli 2020 zich registreren. Hè? Dus tussen 10 januari en 10 juli moeten bedrijven zich registreren en wordt ook hun management, het personeel, zeg maar, helemaal doorgelicht. Ja, dus een soort due diligence onderzoek, dat hoort er ook bij. Er is nog heel veel onduidelijkheid over de kosten. Want bijvoorbeeld de DNB, die toezicht gaat houden op deze groep crypto-aanbieders, die heeft de kosten ongeveer geschat op 58.000 euro per jaar. Maar daarbij gaan ze bijvoorbeeld uit van 30 aanbieders. En het is helemaal niet aan de orde dat er 30 Nederlandse bedrijven of buitenlandse bedrijven zich gaan registreren. Dat er 30 zullen zijn. Tenminste, als we nu naar de Nederlandse markt kijken, zijn dat er ongeveer 5 à 10 die aan deze eisen kunnen voldoen. Dus, goed. Dat is een beetje de achtergrond. Het heeft in ieder geval tot gevolg dat een aantal nu al zeggen, we stoppen ermee. Dat zijn nou niet de meest bekende bedrijven, maar goed, het is wel een signaal. CoinGarden, Simplecoin en Chopcoin, die stoppen ermee. En die eisen? Voordat gingen stoppen? Nee, ik kende ze niet. Nee. Nee, maar het zijn dus bijvoorbeeld ook mining pools. Hè? Dus als een mining pool zegt, ze hebben een soort gezamenlijke wallet, dan vallen zij ook onder deze nieuwe wet. Ja, en dat is ook wel een ontwikkeling. Daar heb ik nog niet echt naar gekeken. Maar dat is wel impactvol voor heel veel andere soort ondernemingen ook dan. Niet alleen voor de beurzen en de brokers, maar nog een hele groep daaromheen ook. Ja, bijvoorbeeld masternode-groepen. Dan hangt het wel een beetje af hoe jij de inkomsten van je masternodes opslaat. Maar als dat... Ja, dat is even speculoos. Maar volgens mij als er dus een soort een service eerst rondom een masternode, dan kun je dat aanmerken als een dienstverlening rondom je inkomsten rondom crypto. Hè? En dan kun je er wel beargumenteren dat je onder deze wet gaat vallen. Maar goed, dat zal nog een hele nasleep en ook behoorlijk wat gevolgen hebben voor de Nederlandse cryptomarkt. Ja, het is een flinke klap in ieder geval. Ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat de onderkant het heel lastig gaat krijgen. Eigenlijk in heel veel verschillende takken van de bitcoin-industrie, voor zover die er al heel groot is in Nederland. Ja, eens. Nee, dit heeft gewoon enorm veel impact. En er is ook behoorlijk wat weerstand tegen, ook op Twitter, et cetera. Onder andere Simon Lelieveld, die we tegenkwamen gisteren op de meetup. En ook Jos Provoost, bitcoin-developer, die daar behoorlijk tegen ageert. Er zijn ook behoorlijk wat ontwerp en ook wel ambtelijke fouten, of je kunt in ieder geval de minister een bepaald soort knulligheid wel verwijten, zeg maar, hoe die dit dossier heeft aangepakt. En nou ja, het lijkt erop alsof het laatste woord er nog niet over gezegd is. Nou, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat we vanaf volgend jaar nog veel meer gaan krijgen. Want je hebt nu de partijen die van tevoren al stoppen. En in de loop van volgend jaar ga je partijen krijgen die moeten stoppen.
zeg maar, die gaan het proberen en dan lukt het nog niet. Nou, dan krijg je weer een ander soort geluid waarschijnlijk uit die hoek. Ja. Ja, plus dat je een marktgevolg, een markteffect is dat Nederlandse brokers moeten gaan concurreren met banken. Hè, dus dat is de volgende stap. Ja, nou zijn er nog geen grote banken in Nederland die hebben gezegd dat ze ook Bitcoin gaan kopen en verkopen. Hè? Nog niet. Nee, oké, maar ING heeft eigenlijk, hè, met de custody service zeg je eigenlijk, we hebben een Bitcoin wallet. Hè, dus... De stap om echt ook te gaan handelen is dan in ieder geval kleiner. Ja. Maar ze willen dat voorlopig niet doen. En de ABN vond ik wel redelijk vastbesloten, zeg maar, in hun antwoorden. Mm-hmm. Maar ik had het idee dat de Rabobank nog wel een beetje een kiertje open houdt voor 2020. Ze willen dat nu nog niet met zoveel woorden zeggen, maar ze zeiden wel van ja, we willen gewoon even de wetgeving afwachten. Ja, je kijkt even de kat uit de boom. Precies, precies. Dus misschien ook nog even nuance, want er is ook nog wat onduidelijkheid over buitenlandse aanbieders. Wat ik begrijp, gaat het om buitenlandse aanbieders die bijvoorbeeld een Ideal mogelijkheid hebben. En die bijvoorbeeld ook een geheel Nederlandse pagina hebben, hè, voor Nederlandse handelaren, zeg maar. Ik denk bijvoorbeeld aan Luno of volgens mij Bitflyer ook. Ja, dat soort partijen moeten zich wel registreren. Maar volgens mij dan, wat ik hieruit concludeer, een Binance of een Coinbase. Hoewel Coinbase volgens mij ook een Nederlandse website heeft. Binance ook volgens mij. Ja, goed, die moeten zich dus ook gewoon gaan registreren. Ja, dus, of de Nederlandse site dat... weghalen. Ja, nee, precies. Of ze moeten alles vertalen in het Engels. De Nederlandse site weghalen, inderdaad. Op zich als belegger, misschien is dat ook wel goed om te weten. Als belegger ga je hier in de instantie niet zo heel veel van merken, toch? Tenminste, dat is mijn misschien dat de commissies iets omhoog gaan of geen idee. Maar, ja, de trend is juist dat die commissies naar beneden gaan, omdat ze gewoon constant met elkaar aan het concurreren zijn. Dus ik denk dat je inderdaad, als je gewoon bij een van de grotere brokers zit die zich ook gaan registreren, waar je toch je informatie eigenlijk al gestald hebt, dan heeft dat in zoverre geen gevolgen. Behalve dat je dus weet dat er vanaf 10 januari een wet ingaat waarin jouw gegevens makkelijker en meer gedeeld gaan worden met bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere partijen die daarom vragen. Dat is wel een effect die je toch wel hebt. Dus het heeft geen effect op als je even bitcointjes wil kopen. Maar achterliggend heeft het best wel flinke gevolgen, vind ik. Ja, inderdaad. Inderdaad. Hè? Dus er is gewoon meer onderlinge samenwerking tussen de autoriteiten. Nou, dat betekent dat je je eigen persoonlijke administratie gewoon goed op orde moet houden. En inderdaad per jaar moet bijhouden wat je hebt aangekocht en wat je bezit. En vooral wat je doet met dat geld dan ook weer. Als jij constant tussen Bitcoin en Tether zit te switchen, dan moet dat allemaal geregistreerd worden en allemaal bijgehouden worden. Nou doen de meeste exchanges dat vrij ruim natuurlijk, maar je moet dat wel in de gaten houden. Zeker voor de belastingaangifte en zo straks weer. Ja, nou goed, we zullen binnenkort ook gewoon weer een update geven op de site over belastingtips voor 2019, de aangifte 2019. Goed, laten we verder gaan naar, dat zit een beetje in het verlengde, hoewel het een andere oorzaak heeft, dat is Coinfloor. Hè? Coinfloor die heeft besloten om, dat is ook een crypto exchange, dus geen broker maar een exchange, uit Groot-Brittannië, heeft besloten om Bitcoin only te gaan, Robin. Ja. Dat klinkt jouw muziek in de oren. Leg me geen woorden in de mond, maar inderdaad, het is wel... opmerkelijke stap. Het is trouwens de oudste beurs van het Verenigd Koninkrijk. Het is niet meer de grootste, denk ik. Sowieso niet trouwens. Nee. Maar het is een business idee gewoon van... ja, we gaan ons richten op één bepaalde service, in dit geval Bitcoin. En de rest schuiven we aan de kant. En ik denk dat we dat nog veel vaker gaan zien. Want als je inderdaad moet voldoen aan bepaalde strengere regels... dan kost dat ook meer tijd als je dat voor verschillende chains moet doen, voor verschillende coins. En als de volumes dan tegenvallen, ja, dan is er het... vind ik eigenlijk best wel een logische keuze vanuit een bedrijf om te zeggen van nou, we gaan door met alleen Bitcoin.
En ja, ze hadden ook de meeste volume uit Bitcoin, hè? De Bitcoin-handel, ja, en niet zozeer de Ether-handel. Andersom, kijk, als je een beurs bent, een handelsplek, en daar zijn Ether en Bitcoin Cash, kan me het niet voorstellen. Maar goed, de grootste, het populairste ruilpaar, ja, dan doe je dat niet, denk ik. Mm. Dus ik vind het eigenlijk wel sens maken, vooral vanuit een business perspectief. En ik denk ja, dat dit voor heel veel bedrijven ook een oplossing kan zijn als je toch te dik in de kosten loopt, maar wel wil gaan voldoen aan die eisen en daar geld voor vrij wil maken. Is dit misschien een optie? Ik ben benieuwd hoe het ze vergaat. Ik denk niet dat ze nu in één keer met veel meer volume te maken gaan krijgen op Bitcoin. Want ja, als ze niet goedkoper zijn of geen andere leuke dingen ermee doen, dan denk ik niet dat ze in één keer veel populairder worden. Dus ik vind het eigenlijk wel een gewaagde, maar wel een logische stap. Ja, want dit had dus ook inderdaad als reden, hè, dat vanwege al die verandering bij Ethereum. Hè, dus zij hebben eigenlijk geen zin om al die hard forks van Ethereum af te wachten. Ja. En het duurt nog gewoon een tijdje voordat Ethereum 2.0 er is. Volgens mij duurt het nog sowieso 1 à 2 jaar. Zij zeggen van ja, wij moeten als bedrijf inderdaad ons continu aanpassen aan de veranderingen bij Ethereum. Daar hebben we geen zin in. Het is inderdaad al een klein volume wat ze daarmee draaiden. Wat ze wel dus overwegen is bijvoorbeeld, wat je ook al bij Nederlandse brokers een beetje aan het zien bent, dat ze rente gaan aanbieden als jij je crypto bij hun stalt. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk het. Kijk, aan de ene kant wil je eigen bank zijn. Joh, hier heb je hardware wallet. En weet je, je past op je eigen crypto, je eigen sleutels. Maar ja, die brokers en exchanges die zitten natuurlijk met die wallets. Die moeten die wallets ook allemaal onderhouden. Die zitten ook met andere kosten, et cetera. Dus die wil aan de ene kant ook weer crypto aantrekken. Want dat kunnen ze dan op hun beurt ook weer uitlenen. En dan in ruil daarvoor geven ze een rente, zeg maar. Ja. Omdat jij je bitcoin bij hun stalt. Ja, er zijn best wel mensen die dat gebruiken en doen. Maar ja, het is niet voor mij. Ik vind het prima. Ik hou ze lekker voor mezelf. Precies. Nee, dat snap ik. Alleen, dat doe ik ook. Alleen, nou ja, goed, die rentes. Ik kan dat voor bepaalde groepen mensen denken van, nou ja, als ik nog 4-5% op mijn bitcoin kan krijgen, dan ga ik mijn bitcoin ook weer uitlenen. Ja, als jij dat het risico waard vindt, want er zit natuurlijk altijd een risico aan, dan is dat een goede optie, denk ik, als je het toch laat staan. Ja. En zeker als je ook al klant bent bij die beurs en je wil daar toch ook, bij wijze van spreken, af en toe wat handelen en zo. Als je dan ook nog rente vangt op de bitcoin die je soort van niet gebruikt daar, dat kan wel interessant zijn, denk ik, voor bepaalde groepen. Ja, nou ja, goed, wij als redactie kun je wel zeggen, wij adviseren altijd om in ieder geval het merendeel en het liefst eigenlijk het grootste deel of misschien wel het volledige deel van je crypto in eigen hand te houden en niet op een exchange te laten staan. Nu is het toch zo dat een groot deel, dat zien we ook wel eens op uit de enquêtes, zeg maar, hè, die we doen op Telegram, dat een groot deel, toch zeker nog 1/3, heeft gewoon nog crypto op een exchange staan. Ja, dat zie je ook aan de statistieken. Hè? Van, was het 10 miljard aan bitcoin een tijdje terug dat bij de grootste 8 exchanges stond? Zulke cijfers waren het uit mijn hoofd. Nou ja, 10 miljard aan bitcoin, dat is behoorlijk wat. Dus veel mensen hebben daar gewoon genoeg vertrouwen in. Of vertrouwen zichzelf niet genoeg. Of weten het eigenlijk niet dat het veiliger is om het zelf te doen. Ja, nee, precies. Nee, daarom. Dus, nou ja, goed, je wilt het voor bepaalde traders die even snel in en uit willen stappen of die echt meer heftig aan het traden zijn, zul je dus inderdaad zul je dus altijd wat crypto op een exchange moeten houden. Maar goed, voor de hodlers, voor de langere termijn kun je het beter in een hardware wallet opslaan. Nou, we hebben binnenkort ook op de site verschillende recensies, Robin, van hardware wallets. Dus daar kan de lezer of de luisteraar alweer naar uitkijken. Yes, en via de webshop, als je toch een Trezor of een andere hardware wallet gaat kopen, kan het via onze webshop en dan steun je Bitcoin Magazine. Even een reclame dingetje tussendoor. Ja. En misschien toch nog heel even in Engeland blijven, want ook BottlePay die heeft aangegeven te stoppen. Hè? BottlePay is een Lightning app, kun je zeggen. Ja, service. Gewoon betalen via service, inderdaad.
En dat was eigenlijk wel heel handig, ook in onze Telegram chat, dat je dus dan je kon elkaar tips geven of donaties, ik weet niet hoe je dat, maar goed. En dat ging razendsnel via Bottlepay, dat was eigenlijk wel leuk. Ja, het werkt als een trein. Het is een custodial wallet. Je stuurt daar bitcoin naartoe. Via het Lightning Network kan je dus razendsnel transacties doen. En je kan dan een leuke reactie op social media of een andere, of gewoon heen en weer sturen, kan je razendsnel via die applicatie doen. Maar die gaan stoppen. Door de nieuwe privacyregels in 2020, die dus 10 januari in Nederland ingaan. Ik weet niet precies hoe dat in Engeland zit. Nu zeker niet met Brexit en aantocht. Ik weet niet hoeveel prioriteit dat daar heeft. Maar ja, die stoppen ermee, want die willen niet de klantgegevens verzamelen en al helemaal niet delen. Dus het is echt een principiële keuze van de ontwikkelaars om te zeggen van ja, we stoppen er dan helaas mee. En ja, dit is gewoon weer een effect van de nieuwe wet. Nieuwe wetten die eraan komen. En meestal hoor je dus dat het vanuit een businessperspectief is. Van ja, we kunnen het niet bolwerken. En Bottlepay heeft gewoon gezegd, we willen dit niet. We zijn er principieel op tegen. Is wel een statement. Ja, en ik heb een geruchtje gehoord gisteren tijdens de meetup. En ik meen dat Bottlepay ook aan het kijken is of zij misschien in een ander land verder kunnen gaan starten. Okay. Dus dat is nog eentje die open staat. En je zou ook kunnen kijken naar het open source. Hè? Moet er een en ander veranderen waarschijnlijk aan de achterkant. En dan, want als het open source is, dan is het makkelijker te verspreiden. En dan kan het bijna niet gestopt worden, zeg maar. Maar zover is het denk ik niet. Dus dan zou een logische stap zijn om te kijken naar een land waar ze wat gunstiger gezind zijn. Dat hoeft misschien niet eens in Europa te zijn. Nee, precies. Nou ja, dat is een beetje hetzelfde model als HODL. Hè? Die zitten ook in een land in Europa trouwens. Maar zijn ook gewoon helemaal open source. Maar willen niet voldoen aan zeg maar, de Europese regelgeving op het gebied van KYC en AML. In tegenstelling tot local bitcoins bijvoorbeeld. Zij hebben ook gezegd van, nou ja, goed, op het moment dat wij aangepakt worden, dan hier is onze technologie, dan kan iemand anders verder. En het schijnt dat inderdaad buiten Europa er genoeg belangstelling is voor die technologie. Omdat met name die peer-to-peer exchange bijvoorbeeld in Afrika, die slaan wel aan. Hè? Ik bedoel, Paxful die komt ook met nieuwe cijfers binnen, waarin ze gewoon enorm gegroeid zijn qua volume. Ja. En dat is gewoon echt een use case. Hè. We hebben bijvoorbeeld Dan Moorhead gehad van Pantera Capital. Nou, die noemde dat ook. In Afrika heb je gewoon hele volkstammen bewijs van, ja, niet letterlijk, die gewoon geen bankrekening hebben. Ja. Hè, dus die zijn heel erg gebaat bij peer-to-peer exchanges. Ja, en dat kan op allerlei manieren. En Bitcoin lijkt daar nu langzaamaan ook een van de manieren te worden die ze ook aan het gebruiken zijn. Nog niet op gigantisch grote schaal, maar je hebt dus communities waarin Bitcoin een rol speelt in de valuta exchanges en zo. Ja, nee, precies. En dat is toch echt een killer app. Dat de tijd dat een transactie erover doet, is gewoon veel korter dan via een remittance service. Ja. Het is goedkoper dan een remittance service. Dus dat zijn twee hele belangrijke redenen. Als jij van elke dollar die je verstuurt 12% moet inleveren aan een provider. Ja, dat is nogal wat. Ja. Weet je wel. Bij ons heet dat belasting. belasting ligt natuurlijk nog hoger. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar voor iemand die, ja, voor groepen in Afrika is dat gewoon een... maar goed, daarover later ook meer op de site. Paxful, die hadden wat nieuwe cijfers van hun servers. En dan gaan wij door naar iets heel anders. Dat is, we blijven een beetje wel in die exchange hoek. Dat gaat over de Canadese cryptobeurs Quadriga CX. Daarvan is bekend natuurlijk dat de CEO van Quadriga, Gerald Cotton, die is overleden vorig jaar. Of dit jaar was dat. En nu is er dus een verzoek van de gebruikers van de gedupeerde gebruikers van deze beurs om zijn lichaam op te graven. Ja. Beetje een luguber verhaal, Robin. Jij hebt je een beetje in verdiept. Ja, het is even de achtergrond. Die Cotton, dus de eigenaar, de CEO van die exchange, die zou
overleden zijn met de private keys alleen in zijn bezit. Oftewel, ja. Iedereen die op die beurs zat, die is gewoon zijn geld kwijt. 67.000 klanten, of 76.000 moet ik zeggen, klanten had die beurs. Het ging om ongeveer $162 miljoen aan cryptovaluta. En ja, wat er eigenlijk gebeurd is, die man is dus doodverklaard, slash overleden, slash whatever, met die keys. En niemand kon erbij. Mm-hmm. Nou is er wat onderzoek gedaan, onder andere door de accountants van Ernst & Young. Die moesten de zaak bekijken. En daaruit bleek dat de verschillende wallets van die beurs op een bepaald moment toch geleegd zijn en naar andere exchanges zijn gestuurd. Oftewel, je kan het aannemen dat dat geld gewoon gebruikt is om of het uit te cashen, of om ook weer verder te gaan handelen op andere beurzen. Dus ja, het verhaal is nu dat ze die kotten op willen graven om bewijs te krijgen voor wat er gebeurd is. Het is best een heftig verhaal, want die man is dus overleden, wel. En ze willen hem gewoon omhoog halen. Ja, ze vermoeden zeg maar dat hij iets bij zich heeft of dat er bewijs te vinden is in zijn... Ja, dat is nu de speculatie inderdaad. Dat hij in zijn broekzak de private keys zou hebben of zo. Ja, precies, precies. Ik vind het een heel bijzonder verhaal. Het had ook een heel raar luchtje, want hij was ook in India overleden. Terwijl hij komt niet uit India of zo. Dus het was allemaal een beetje een gek verhaal. En ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt, want als dit gaat gebeuren, is het weer een heftig Bitcoin/crypto verhaal, moet ik zeggen. Ja, nou, we zien ook de arts die Cotton onderzocht, die heeft in ieder geval aan de medium Vanity Fair inderdaad aangegeven dat de doodsoorzaak niet officieel is vastgesteld. Dus ook de overlijdingsakte in het Indiase ziekenhuis, daar is zijn naam verkeerd gespeld. Nou ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar goed, het is het heeft natuurlijk twee kanten, hè, want voor de weduwe, zeg maar, is het natuurlijk ook weer heel pijnlijk als... omdat zij natuurlijk ook bij betrokken blijft. Ja, ze is zelfs ook betrokken geweest bij de zaak. Ik weet niet precies of ze nou een verdachte was ook, maar volgens mij is ze wel ook gehoord en zo over de mogelijke plek en locatie van die private keys. Ja. Het is een luguber verhaal, maar het is net als overal op de wereld, het kan altijd gekker. Dit is toch wel bizar? Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Op het moment dat je denkt, dit gaat niet meer gebeuren in de cryptowereld, dan komt er toch weer een verhaal boven. Dus wat dat betreft is dit waarschijnlijk niet het laatste opmerkelijke verhaal in deze wereld. Gelukkig niet voor ons. Nee, want eigenlijk wat we vergeten zijn, Robin, is natuurlijk ook nog de Plus Token Scam. Ja. Misschien is dat nog wel eentje die we erbij kunnen voegen. Ja, dat is die enorme scam in China waar enorme, zeg maar via een oplichtingszaak, enorme hoeveelheden crypto zijn. Ja, Bitcoin en Ether met name. En Bitcoin nu en Ether. Gaat zeg maar het sterke gerucht. Je hebt een Twitterbot, Whale Alert heet het geloof ik. Die tweet gekke en grote transacties van de verschillende grote blockchains. En een van de adressen die gelabeld was van de Plus Token, die heeft in één keer, weet ik het hoeveel, aan miljoenen aan ethers verstuurd naar een onbekend adres. Dus dat houdt de gemoeder een beetje bezig, want misschien gaat hij dat op de markt dumpen. En datzelfde gevaar, tussen aanleidingstekens, geldt ook voor Bitcoin. Want de Plus Token heeft nog heel veel Bitcoin in kas. En ze schijnen ook al een x aantal tijd dat aan het dumpen te zijn. Maar die cijfers heb ik nog niet gezien. Jij wel? Ja, het gaat om 25.000 bitcoin. Die is al verkocht via de OTC-markt, weliswaar. Oké. Maar naar verluidt, dat is een onderzoek van Chainalysis. Dat is dus een bureau die kan zeg maar, alle transacties op openbare ledgers gewoon naar voren trekken en helemaal destilleren, zeg maar. Ze hebben nog 20.000 bitcoin in handen en 790.000 ether.
Ja, en ze hebben het in die mate, zeg maar, verstopt op de blockchain, dat ze daar nog niet achter zijn. Ja, dus, goed, dat houdt de markt wel bezig. Het is een beetje zo'n Mt. Gox verhaal, hè? Dat zo'n Mt. Gox, daar is ook nog niet echt een settlement in. Wanneer die gelden worden uitbetaald. Ja, er zijn een x-aantal partijen die gewoon flink wat bitcoin hebben en die daar eigenlijk van af moeten, noodgedwongen of niet. Dus, dat hangt nog boven de markt. Hè? Dus daar moet je als marktvolger wel rekening mee houden. En ook als belegger. Er komen nog een paar van die shocks aan. Ja. Dat is onmiskenbaar. En de plustoken shock die komt aan en de Mt. Gox shock die komt eraan. Of dat nu nog dit jaar gebeurt of misschien de komende jaren, dat is onduidelijk. We hoeven niet in paniek te raken, want misschien gaat het allemaal heel lief met heel kleine getalen. Maar we moeten wel rekening mee houden met dat niet het geval is natuurlijk. En hoe je dat doet, dat moet je uiteindelijk gewoon zelf bepalen. Maar het is wel belangrijk om in je achterhoofd te houden dat er dus meer partijen zijn met best wel wat bitcoin die gewoon vanaf moeten. Ja. Nou ja, goed, de theorie van de onderzoekers van Chainalysis is dat de plustoken jongens, oplichters, die hebben gezorgd voor de dip, hè, dit jaar. Want als we terugkijken, Robin, naar dit jaar, dan is dat toch wel opmerkelijk aan de prijs. Dat we zijn sinds eind juni behoorlijk in de correctie. Nou, het schijnt dat inderdaad met name in de maand september... Hebben ze daar transacties van? Dat je kan zien van, zoveel bitcoin is er toen naar een exchange gegaan of iets? Ja, in het bericht staat dat ze bepaalde volume stijgingen zien bij de Wobi-beurs. Dat is toch wel een redelijk grote beurs inderdaad. En nu is in ieder geval de theorie dat een deel van die bitcoin, die 25.000 bitcoin, dat die dus inderdaad via de Wobi-beurs is gedumpt. Ja, en een deel naar OTC-brokers, toch? En de deel naar OTC-brokers inderdaad. Er staan in ieder geval in het, dat zullen we ook wel even linken, dat artikel, staan een aantal mooie grafieken inderdaad. Oh ja, ik heb het nu ook voor me. Dat is een flinke, dat was een flinke bezigheid. Ze hebben ook met een grafiekje laten zien van welke maatregelen er constant genomen werden om die coins zo anoniem mogelijk weer te krijgen. En dat is een hele slinger aan punten wat ze hebben gedaan. Verschillende adressen, exchanges, OTC-brokers, mixers. En dat allemaal uiteindelijk ook langs die exchanges om het eruit te krijgen. Nee, precies. Dus dit is nog steeds aan de orde natuurlijk. Eigenlijk net zoals je kunt zeggen, oké, als we kijken naar de grote hacks dan dit jaar, dan kijken we ook natuurlijk naar Binance. Dat ging toen destijds uit mijn hoofd ook om 7000 bitcoin. Weliswaar een stuk minder, maar toch destijds was dat uit mijn hoofd iets van 40 miljoen of zo. Ja, flink geld in ieder geval. Nou ja, die zijn ook nog niet terecht. Hè? Dus er zijn nog steeds slinkse manieren om een beurs te hacken en dan toch die bitcoin gewoon, gewoon te verstoppen, zeg maar. Moet er wel je best voor doen. Ja. Dat wel. En je kunt zeggen, ze maken misschien wel van dezelfde technieken gebruik als bitcoiners die aan hun privacy hechten. Dat is ook. Dat is zo. Als het werkt, uitspraak. Als het werkt voor criminelen, dat betekent dat het ook werkt voor andere mensen. Voor mensen die zich ook aan de regels houden. Ja, dat is wat het is. Ja. Bitcoin werkt zo. Nee, precies. Nee, inderdaad. Goed, we blijven de regelgeving in Nederland op de hoogte houden. We blijven alle technische ontwikkelingen op de hoogte houden van Bitcoin. Uiteraard, 2020 staat in het teken van de halving. Die gaat in ieder geval 14 of 15 mei, medio mei, plaatsvinden in 2020. Yes. Heb jij daar nog bepaalde verwachtingen van, Robin, op dit moment? Want als we kijken bijvoorbeeld naar... Helemaal niet? Nee, niet voor de prijs in ieder geval. Wat ik vooral heb... Is dat ik benieuwd ben wel hoe de miners erop gaan reageren. Dat is altijd wel een dingetje, denk ik. Want ja, er gaat gewoon de helft van de block reward gaat eraf. Heb je een andere omzet en dan kan je dus misschien ook minder kosten draaien, et cetera. En ik ben eigenlijk wel gewoon benieuwd. Het zorgt vaak, denk ik, toch voor... Want de eerste keer was ik er wel net bij, maar die heb ik niet echt gevolgd, actief. Of de tweede, moet ik zeggen, de tweede halvening.
En nu voelt het eigenlijk een beetje alsof er een soort van nieuwjaar aankomt. Dan, want iedereen gaat ook uitpakken met specials en zo. Je weet gewoon hoe dat gaat zo meteen, alle media. En dat wordt gewoon leuk. Ik kijk er wel naar uit. Nee, het wordt sowieso leuk. Maar het gaat... we hadden gisteren natuurlijk een stukje over die miner Canaan Creative Mining. Ook uit China inderdaad. Er is een enorme concurrentie gaande tussen die mining, die mining apparatuur, die fabrikanten zeg maar daarvan. En die helfening heeft daar eigenlijk ook wel toch wel mee te maken, omdat, dat is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar die block rewards gaan natuurlijk naar beneden. Dat heeft ook weer effect op de rekenkracht van het netwerk. En dat heeft dan ook uiteraard weer effect op de apparatuur die je als miner hebt. Dat heeft alleen effect op de rekenkracht van het netwerk, of van de rekenkracht die meedoet aan het netwerk, als de miners stoppen. Mm. Dat hangt er vanaf van hoe duur het blijft of hoe duur het wordt om een bitcoin te minen. Het is niet zo dat als de halvering er is, dat het per definitie de hashrate naar beneden gaat. Nee, dat hangt dus ook van de bitcoinprijs af. Ja, het hangt eigenlijk van alle dingen aan elkaar. Het enige wat we zeker weten is dus inderdaad dat de block reward door de helft gaat. En dan is het aan de prijs en de markt en de miners en gebruikers en de rest om te kijken hoe we erop gaan reageren met z'n allen. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk wel gezien bij Litecoin dat die hash rate die nam 30-40% af. Dat is Litecoin ook omdat, toch? Nee, klopt, dat is inderdaad Litecoin. Maar goed, het kan zijn dat mensen daar wel parallellen gaan trekken, zeg maar. Doordat ze denken, nou ja goed, een mogelijk risico is dat miners gaan afschakelen. Ja, maar een beetje miners afschakelen is ook niet erg. Ja, dat kan gebeuren. Even een dipje. Dat hoort er ook bij. Dat is al vaker gebeurd. Maar hoe werkt dat dan precies? Hè? Dus op het moment dat bijvoorbeeld miners gaan afschakelen, dan pakken andere miners dat weer op. Hè? Zo werkt dat. De difficulty wordt één keer in de twee weken om het x-aantal bloks, weet even niet meer hoeveel, aangepast naar de hoeveelheid hashrate die het netwerk heeft. Dus als er minder miners zijn en dus minder hashrate wordt geleverd, dan wordt er op een gegeven moment opnieuw een berekening gemaakt van hoe moeilijk het is om een blok te vinden. Dus het netwerk past zich aan. Dus in het ergste geval, zeg maar, als er na de halvening in één keer een grote smak zegt 10-20% zou stoppen, dan hebben we eventjes een wat langzamer netwerk doordat de bloks wat trager gevonden worden. Maar binnen twee weken, als het goed is, tenminste binnen een x-aantal bloks, wordt dat weer gereset. En dan hebben we gewoon, dan gaat het weer om de 10 minuten een blok gevonden worden. Alleen, het netwerk was op een gegeven moment eventjes wat sterker. Maar dat betekent in dat opzicht niet zoveel, behalve dat het ook weer kansen biedt voor nieuwe miners. Want die kunnen dan misschien wel net aanhaken, omdat ze net een groter gedeelte van de taart kunnen pakken. Ja, oké. Okay. Maar interessant, want Bitmain die neemt wel echt wel de lead op zich in de markt op dit moment met allerlei wilde aanbiedingen. Ik kijk in ieder geval uit naar de helvening, ook naar gaat het model van Plan B het houden, zeg maar. Dat vind ik wel een leuke vraag om in de gaten te houden. Jullie kunnen naar bitcoinmagazine.nl voor het dagelijkse bitcoin nieuws. En je kunt naar alle socials uiteraard. En we hebben een hele gezellige Telegram groep. Waar we regelmatig ook nieuwtjes delen natuurlijk. Maar ook wat adviezen geven. Of gewoon gezelligheid. Robin, dan hebben we nog de stickers denk ik. Misschien we hebben de stickers, bitcoin stickers in de webshop. Zijn mooie zwart-oranje stickers. En dat is voor de Hub Bitcoin podcast waar we ook mee zijn begonnen. Kun je ook vinden op alle podcastkanalen en op YouTube. Bij ons gewoon ook bij Bitcoin Magazine. En check het vooral even uit. De winkel is open. En wellicht kun je nog een hardware wallet scoren. Net voor de kerst. Oké, dankjewel Robin en tot de volgende keer en als we jullie niet meer horen, alvast fijne feestdagen. Yes, later, hoi.